Oké, welkom bij het Max Eugenaal ronde 2. En dit keer niet met mijn vaste analist Hans Plasman, maar ik heb in de uitzending Rob Bertolet. Welkom, Rob. Dankjewel, Vincent. Ja, en we gaan de partijen van de verschillende Max Eugenaal-teams analyseren. Ja, we hebben vier teams die KNSB spelen. Van team 4 hebben we helaas niks. Uitslag daar is 5-3 officieel. Maar er is nog een soort telefoonincident geweest. Dus misschien wordt dat nog herzien, die uitslag. Heb je daar nog iets van Ja, meegekregen, Rob? 5-3 verloren, maar het Sorry? wordt waarschijnlijk 4-4, Ja. inderdaad. Dus nou ja, goed, dan moeten we even afwachten wat welk oordeel daarover geveld wordt. Wij gaan kijken naar een fragment uit Max Euwe 3. En we beginnen met de partij van Wouter de Haas. Die zat op bord 2 en die zat hier met zwarte spelen. Die heeft de opening behoorlijk mishandeld, mag ik wel zeggen. Ja, mislukte Tsigerin. Ja, het is in ieder geval iets mislukt. Maar. Goed, altijd, zijn partijen zijn altijd interessant om naar te kijken en dat doen we bij deze ook. Zwart is hier aan zet, Wouter, en die speelt loper terug naar E7. En volgens Wouter had hier wit al een goede kans gehad om groot voordeel te krijgen. Hij heeft al groot voordeel, denk ik. Maar want wit slaat hier nu op E7. Ja, ik kan een pion winnen. En met deze zet wint hij pion. Nee, met het alternatief. Met deze zet verliest hij juist zijn Ja, ja, voordeel ja, ja dat vond Wouter grotendeels. ook. Ja. Maar hij had zelf loper H6 vond hij wat irritant. Ja, moet wit wel de rocade opgeven als hij die pion wil Ja, houden. daar komt dan loper H4 schaak. Ja, dus dat is wel het enige nadeel. Maar ja, Maar hier staat wit toch wel overwegend, hè? mooi centrum van die pionnetjes en zo. Ja, nou ja, zwart mag ook niet rokeren nog, hè? Dus ja, dit lijkt. Nee, dit staat heel goed. Ja. Achterstand in ontwikkeling is ook wel voelbaar. Ja, kijk, ik spreek even op mijn notatie. Ja, we gaan even. Maar hij sloeg dus op E7. En we gaan even verder in de partij. Paard E5, leuk tussenzetje. Ja, dit is ook even voor de kijker thuis misschien wel interessant. Wat gebeurt er op dame D7 eigenlijk? Ja, de vraag is: is dat stap 3 of stap 4 natuurlijk? Ja. Maar in die orde is de truc wel inderdaad. Even kijken, ja, want dit deed natuurlijk Wouter niet. Kijk, als hij dat zou doen, dan komt een hele sterke zet. Loper B5. Ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, het zit een beetje tussen stap 3 en 4 in, denk ik, hè. Het is wel. Ja. En dubbele aanval en de dame gaat verloren. Ja, dat kan je natuurlijk niet doen. Dat zag Wouter natuurlijk allemaal. Dame gaat naar D8. Komt nog dat schaakje. Loper gaat ertussen. Hij ruilt hier. Ja, en nu heb je een hele verleidelijke zet voor wit. Weet je, ja, zoiets haalt natuurlijk het journaal. En het is gelukt. Maar het is toch de vraag of het de beste zet is. Want ja, wit doet wel een hele spectaculaire zet, maar. Dame H6, een soort van uitschakelen, verdedigen. Met de Ja, dubbel. maar er is wel het verkeerde moment ervoor, denk ik. Ja. Ik denk dat ze wit gewoon als hij rokeert en het erin houdt, die truc. Want Even zwart kan namelijk vanwege diezelfde truc niet rokeren. kijken. Even kijken. Misschien kun je het uitvoeren op het bord, Rob. Ja, dus stel, ik weet niet of de sterkste zet is hoor, je kunt bijvoorbeeld je toren ontwikkelen, maar stel je rokeert gewoon. Ja. Zwart kan niet rokeren, want dan speel je wel dame H6 met stuk winst. Oh ja. Misschien kun je het even laten zien.
Ja, en je koning staat lekker in het midden nog. Dus Ja. ja, als je dan bijvoorbeeld iets als D-mal E5 doet, zwart. Koning staat in het midden en die blijft daar voorlopig wel even zo. Dan kun je met toren D1 bijvoorbeeld de druk opvoeren. Hè? Dan dreig je alweer paard F6 schaak. Ja, het lijkt me heel Nou, onaangenaam dit, ja. dit lijkt me praktisch gezien wel gewonnen, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe het staat volgens de computer, maar. Ja, je kunt volgens mij rechtsboven spieken. Ik weet niet of er zo'n Oh, ik schuif. kan even spieken met Ja, ja, F8. ja, ja. Ik zal dat even niet doen, maar. Ja, in eerste instantie denkt hij dat dat wit achter staat. Maar nu ziet hij inderdaad dat wit een voordeel van 1,5 à 2 punten heeft. En hij geeft als beste zet lange rokade. Dus dan weet je wel Oef, dat er iets mis is gegaan met zwart. ja. Ja, dat is jouw inzicht Ja. toch waarschijnlijk toch heel erg sterk. Ja, dus kort is het waarschijnlijk ja, heel onprettig voor Ja, je kan zwart. niet rokeren met zwart, dus. Nee. Ja, en ja, wat dus gebeurde, hij sloeg dus deze stelling op H6. Ja. Ja, nu wordt er heel veel geruild. Een spectaculaire zet op het verkeerde moment, ja. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, nu blijft het binnen de remisemarge en ja, er worden nog wat stukken geruild en niet veel later werd het een remise. Ja, zo, Ja. de kleine details kunnen soms groot verschil uitmaken. Het is, Oh, nou, grappig genoeg zit er nog een truc in. Even verderop. oh, is dat zo? Want wit heeft hier van dit eindspel zich misschien wel wat voorgesteld, hè? Want wit rokeert lang. Ja. Zwart geeft schaak, koning B1. En het grappige is dat zwart die pion op D6 dus niet dekt met toren C6. En dat Nee, komt nee, nee. waarschijnlijk vanwege paard D4, dat hij die pion toch niet kan houden. Ja, dus op. En dan krijgt wit wel een gevaarlijk initiatief. Ja, ik denk dat dat het is. Maar misschien valt het ook nog wel mee ook hoor. Maar Wouter die geeft in ieder geval die pion meteen weer terug en dan wordt het inderdaad heel snel remise. Ja. Ja, Of verlies toch een. eigenlijk wil ik het hierbij laten, maar goed, als jij zegt van, ik Ja. zie nog wat interessants inderdaad, dan mag je dat inderdaad rustig even melden, want jij zit natuurlijk veel meer dan ik hier. Ja, maar voor de rest is ja, Wouter doet het gewoon technisch heel goed. Ik denk dat het hele praktische, want hij speelde hier toren erbij die dit niks deed en het werd heel snel remise. Ja. Ja. Oké, we gaan naar het volgende fragment. Wij speelden trouwens tegen Hogeveen. Ik weet niet of ik het al gemeld had, maar bij deze. Ik moet even spieken naar Z18 moet ik. Even kijken. Waar is dat? Ah, dat is hier. Even kijken. Christiane met de zwarte stukken speelt hier paard D4. Ja, ze staat wat beter zo te zien. Ja, wat meer ruimte op de damevleugel sowieso, hè? Ja, en initiatief, actiever. Ja. Ik vind dat het paard hier op E3 een beetje merkwaardig staat. En de torens zijn ook nog niet verbonden bij wit. Dat kan misschien ook nog een Nee, beetje. dit staat wel erg gedrukt, ja. Ja. Ja, maar wit heeft wel een plannetje. Die wil zijn stukken verbeteren. Nou, dat paard vond ik al een beetje raar staan. Die wil paard G4, denk ik, naar E5 spelen. Ja, naar het Mooi veld. sterke veld voor de achtergebleven pion. Ja, maar dat neutraliseert Christiane heel snel. Want paard Ja, G4 dan wordt gewoon geruild, hè. slaat eerst op F3. En nu slaat ze op G4. En dit pakt heel gunstig uit voor zwart. Omdat de coördinatie van wit denk ik ook nog niet helemaal optimaal is. Nee, dit is nog verre van ontwikkeld inderdaad. En Ja. Ja, hier het gaat. Stockfish en Lietje die zegt meteen de boel het centrum open te gooien met E5 en
Ja, dat vind ik toch wel een moeilijke zet om te spelen hoor, E5. Heeft Christian ook niet gedaan? Nee, C4 ziet er ook goed uit. Ja, want zij Mooie speelt voet. C4. Dat is denk ik ook een hele sterke zet. Want hier zijn ook maar weinig echt goede zetten. En dit gaat eigenlijk al meteen ja, naar de mist in. Het is al een beetje zwaar gezegd misschien. Want je moet hier waarschijnlijk slaan op C4, geloof ik. Ja, dit moet proberen zoveel mogelijk het initiatief te neutraliseren. Waarschijnlijk Ja. ruilen op C4 en dan C3 doen. Maar hoe meer de stelling openkomt, hoe meer zwart natuurlijk zijn Ja. initiatief kan uitbouwen. En hier doet zwart een goede zet. D4. Ja, fantastisch. Ja. Ja, hier staat zwart fantastisch, denk ik. Ja, wit zit behoorlijk in de touwen, ja. Ja, zeker. Lopen terug. Ja. Ja, dame B7, dubbele aanval. Kan wit dekken. Mooi. Ja, ik zal het even voor de kijker even doen. Ja, en op B2. Dus je moet hier naar F2. Ja, maar dan valt er een belangrijke pion van het bord. Wel een dubbelpion, maar het is toch. Maar dit is wel Ja, een echt het is wel vijfpion, hè? vervelend, Dit, hè? Ja. ja. Ja, en ze geeft de tegenstander ook geen rust. Die moet. Ja, het gaat eigenlijk heel hard bergaf hier. Ja, Eindspel staat ook heel erg goed. Ja, dat wil wel. Oké. Je hebt met die pluspion ook meteen een invalsveld op C2, hè? Ja. Oh, pardon. Dit wil ik doen. Ja, dit maakt zij ook mooi af. Want misschien heb je nog. Nou, kunnen we die pion pakken? Maar nu komt die manoeuvre die je al eerder aankondigde. E5. Ja. Ja, ik denk als je nu die pion gaat pakken, dan zal. Nou ja, dan heb je een sterk pionnenduo, denk ik. Ja, die als Als die gaan lopen. dit loopt vanzelf door inderdaad, hè? Dus Ja, D4, D3. Even de pion op de goede kleur. En dan loop je naar de overkant met de pion, ja. dus E5. Ja, er is geen tijd om te pakken op D3. Dus ja, pak. Nee, maar nu krijg je de torens verdubbeld. Ja, die werken nu samen, En nu heb je ook een invalsveld op E2, hè? Dus hè? E1 staat ook aangevallen. Dus er is geen ja. tijd. Er is geen tijd om te pakken op D3. Dus je moet weer reageren met wit. Nou, loop hem maar weg. Ja, dit maakt ze genadeloos af. Ja, het gaat heel hard nu, ja. Door E2, goede zet. Ja. Nou, een zwart verzint een röntgendekking. Nou, loop H6. Loop H6. Nou, ze had een tijdje niet gespeeld, maar het is niet te zien, hè? Dus dit gaat gewoon. Nee, dit is prima Ja, prima techniek zou ik zeggen. afgemaakt, ja. Ja. Oh, slaat nog wel met de toren. Nou ja, vooruit. Ja. Maakt niet uit. Ze had goed uitgerekend, denk ik, dat er altijd wel een pion nou doorloopt. Ja, dit eindspel is gewoon helemaal verloren. Ja. We hebben wel een paar zetjes gedaan. Maar ja, wit kan ook niks doen. Dus. Nee. Ja, een opgegeven voorwit. Ja. Ja. Ja, jammer. Ik denk altijd van, nou ja, laat dan nog even mat toe als je tot zover doorspeelt, hè? Ja, ik doe dat de laatste tijd wel, eerlijk gezegd. Ik word wel eens mat gezet. Dus ik kan. Ja, ik vind het wel. Ja, ook wel sportief. Ik bedoel, als je één zet van tevoren opgeeft. Ja, doe dan die laatste zet dan ook even, zou ik zeggen. Ja, de koning E1 en loper D4 en is mat. Dan, Ja, bijvoorbeeld. Ja. ook wel leuk voor het publiek. Ja, nou ja. Je ziet de. Je haalt het journaal ermee. Dus. Ja, mooie partij. Oké, en ja, het klapstuk is eigenlijk de partij van Gerard Groothuis met wit. Die speelde supersnel, want hij speelde zijn B3 systeem. Hij schrijft hier, heeft hij mij geschreven dat hij al 50 jaar die opening speelt. Dus even kijken, Ja. we gaan naar Z. Ik moet even spieken. 21. Kan ik kijken ook even mee. Ja, zo, hier komen we erin. Nou, zoals gezegd, Gerard wit, zwart met H5. En ja, hier
Je wil weet het van hebben, van de A en de B-pion. Nou, er komt een verdediger bij. Ja, dat is op zichzelf een goede zet natuurlijk, want dat paard gaat naar B5 of C4, hè, om de boel te blokkeren. Ja, die wil die pionnetjes een beetje in de gaten houden. Dat lijkt me logisch. Ja. Dame C5. En inderdaad, zwart gaat nu blokkeren met het paard. Hij speelt. Ja, dit is. Paard C5. Dit is een bekende manoeuvre om te plomberen met zwart. Maar als je het van tevoren weet, denk je van nou, dan had je toch maar liever paard B5 gedaan. B5, ja, precies. Ja. Want ja. Paard B5, dat verdedigt wel echt, denk ik. Ja. Maar paard C4, toren als C4, dan heeft dit echt wel. Ja, en dat. Dat, hele lekkere stelling. Ja, daar speelde Gerard ook. Die speelde. Ja. Offerde de kwaliteit hier. En tegenstander gaf ook aan na de tijd. Hij had het meteen in zijn computer gestopt. Hij zei van ja, het was een correct offer. En volgens mij wordt dat ook bevestigd door onze engine hier. Het is prima. Ja, misschien houdt de computer het nog wel remise, maar. Dit lijkt me toch heel vervelend, Rob. Dus, in de praktijk win je dit met wit, ja. Ja, dit is echt wel sterk. Nu kan hij nog een keer doorlopen, zo direct. Dus. Even kijken, zo direct. Hij kan nu al doorlopen. Ja. Wil nog wat. Ja, zwart speelt nog wel praktisch op tegenspel. Dat is wel goed. Ja, misschien dreigen we nog iets op G2. Ja, precies. Maar Gerard haalt het er mooi uit. A6. Oké, okay, dame moet er weg. Moet, ja. En nu. Sterk gezet. Nu blokkeert hij de diagonaal. En maakt hij zijn eigen diagonaal. Maakt hij open naar de zwarte koning. Ja. Dat is goed gespeeld, dit. Ja, dat is heel mooi gespeeld. Ja. Zwart heeft wel weinig goede zitten. Dus nu blokkeert het maar. Nou, we krijgen nog wel een mooi slot. Stuk. De computer wil hier slaan op C7, geloof ik. Ja, klopt. En dan heb je twee verbonden vrijpionnen weer. Maar goed, Gerard doet het anders ook goed, volgens mij. Dus, hij gaat even mat dreigen. Ja, kan ook niet verkeerd zijn. Ja. Dreigt, is ook niet zo gek. Dreigt de kleinigheid op G7. Ja. Misschien wil hij hetzelfde doen, maar dan met een pion meer. Ja, dat is. Ja, nou, het grappige is als zwart nou slaat op D5, staat hij meteen gepent. Dus Gerard heeft waarschijnlijk bewust F6 uitgelokt. Ah, ja, want zwart sloeg inderdaad ook op D5. Kijk, en nu denkt hij, ik kan gratis A6, A7 doen. Zelf zou ik daar een beetje zuinig mee zijn met die zet, hoor. Ja. Wat is jouw overweging dan, Rob? Omdat... dan zet je de pionnen op net de verkeerde kleur, hè? Dus ja, oké. Okay. Als je wilt doorlopen in het lopen tegen toren eindspel, dan zet je ze liever op A6 en B7. En dan haal je sowieso een dame, hè? Ja, oké. Okay, vaak heb je met de pion op A7 en B6 heeft zwart meer kansen om ze te blokkeren. Ja, oké. Ja, daar zit wat in, ja. In dit geval zal het wel niet uitmaken, denk ik. Want, Nou, goed, volgens mij heeft Gerard goed gezien dat die dame een hele belangrijke verdediger wordt om die pion op A7 tegen te houden. Want we kijken naar het verloop. Dame gaat naar B7. Toren D4. Ja, even dekken. Ja, verzin nog maar eens een zet met zwart. Zal niet meevallen. Ja, ik zou inderdaad ook meteen uit de penning gaan, hè? Maar ja, goed. Ja, koning H8 of zo, hè? Het blijft waarschijnlijk wel verloren, ja. Ja, koning H8 moet je hier wel spelen, maar dat D-zwart niet. Die doet hier toren D7. En nu is de dame de enige verdediger van dat promotieveld. Ja, toren D7 is een erg onhandige zet, ja. Ja. Maar het is al een lastige stelling natuurlijk, hè? Maar goed. Dat hangt al, ja, natuurlijk. Bijna onverdedigbaar, maar ik zou in ieder geval uit die penning gaan. In die toren moet natuurlijk op de onderste rij blijven. Hè. Ja, want nu is het een killer. Dame C6. Ja, nu is het helemaal klaar, ja. Mooie zet. Ja. En ja, er is niks meer te verzinnen eigenlijk, hè? Dus, nee, als je ruilt, dan krijg je promotie, de toren blijft hangen. Dus zwart sloeg maar op A7, maar dat
Dus ja, dat is gewoon poren. Dat was een kansloos eindspel. En een punt voor Gerard. Ja. Ja. En, ook een mooie partij. En, ja, dat vond ik eigenlijk ook wel, ja. En daarmee werd het, ik moet even kijken, 2,5, 5,5 voor ons. Wij wonnen daarmee de match. Uiteindelijk, dus. Ja. Dat was Max Euwe 3. We hebben één partij van Max Euwe 2. Dat was tegen Paul Keres. Paul Keres 3. En dat was André Langendijk. Die speelt de laatste tijd supergoed trouwens. Hè? Dus intern is hij goed in vorm. Aan het uithalen. Maar extern kan hij dus ook. En ik wil even naar deze stelling. Even kijken. Ja, Wit slaat net op C6. En André slaat terug. En volgens mij heeft... moet Wit nu zijn loperpaar opgeven. Dus dat zal de gedachte wel een beetje zijn van Zwart. Ja, één van die lopers gaat er natuurlijk af. Ja, ze zijn allebei aangevallen. Hè? Ja. En Zwart heeft natuurlijk hele goede stukken over. Want hij heeft echt goede druk over de half open B-lijn. Ja. Dus jij zegt al, dit is al een lekkere stelling voor Zwart. Dus dat wordt al beter, denk ik, ja. Oké. Ja, ik denk dat hij ook de verkeerde loperzet kiest. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, want ik had toch wel... want hij speelt hier loper E2. Ja, dat is een gekke zet, want dan hou je ongelijke lopers op het bord over. Ja, maar dat is... De pionnen zijn zwak en die staan ook nog eens op de kleur van de loper van de tegenstander, dus... Ja, misschien was dat zo'n overweging van Wit, want ongelijke lopers verhoogt normaal toch wel de kans op remise, of niet? Ja, in het eindspel wel, en als het dan een beetje dicht te houden is, maar ongelijke lopers, ongelijke kansen, heb ik ook wel eens gehoord, hoor. Oké. Oh ja, die ken ik. In het middenspel, als je aanvalskansen hebt, dan kunnen die ongelijke lopers juist er lekker doorheen snijden, omdat Je geen oppositie hebt op die kleur van die zwarte velden dus. Ja, precies. Nou, ja, maar... André gaat er meteen op af. Te zien. Want die witspeler is volgens mij een 2000 speler. Maar vanaf hier is de stelling zo slecht eigenlijk dat het maakt niet uit meer wat Wit doet. Die wordt gewoon aan alle kanten weggeschoven. Ja, nee, maar zo te zien speelt André het ook heel goed actief door. Ja, dit was echt een heel goede partij van hem, hoor. Dus, even de dame kietelen. Nog een keer. Dus dame moet weg. Ja, dame B3 lijkt me ook niet zo heel erg handig trouwens, want nu kan je op B2 slaan, hè. Dus, je vergaat het al. Kijk eens. Kijk. Want dit was eigenlijk was de kijkersvraag, Rob. Oh, sorry. Ja, nee. Ja, dat is weer zo'n stap 3 truc, hè? Ja. Misschien heeft de kijker al een idee wat er gespeeld gaat worden. Toch allemaal bij 2. Ja, sterke zet. En, ja, kansloos voor Wit. Ja, hè? Ja, want, ja. En een aftrekaanval. Paard op 3. Dit is ook gespeeld. Nou, hierna speelde André, moet ik zeggen, nog steeds heel erg nauwkeurig verder en een wonderpartij. Gewoon prachtig gespeeld. Ja, hij heeft gewoon die gewone stelling heel goed regelmatig opgebouwd. En, zo te zien gaat hij ook nog wel goed door over die zwarte velden. Wordt alleen maar erger voor Wit inderdaad. Hè? Dus, dit was een typisch geval van dat de ongelijke lopers geen remise kansen geven, maar in tegendeel... En even kijken, het tweede team won ook met 5,5 tegen 2,5 van Paul Keres. Tijd om naar het eerste te gaan. Rob, welke partijen willen we... Je hebt ze nog niet allemaal gezien, geloof ik, hè? Nou, nee, van het eerste juist wel. Oh, het eerste juist wel. Dan wil ik even naar Daniel gaan. Want... Heb ik even kort nagespeeld. Ah, oké. Okay. En Daniel had natuurlijk wel een hele leuke partij met zwart. Ja, de meeste... Een hele goede invalbeurt. Mm-hmm. En met goede kansen ook.
Ja, we zien nu net dat het ratingverschil bijna 300 punten is. Dus dat heeft hij ook nog echt goed gedaan, inderdaad. Want ik wilde eigenlijk naar Z14 gaan. Ik weet niet of jij een andere gedachte daarover had. Nee, dat is prima. Ja. Oké. Okay. Want dat is ook al wat onze teamcaptain aangaf, Frank Kroeze. Ja. Ja, gewoon een hele spannende stelling hier. Wit heeft net dame maal C6 gedaan. En volgens mij staat... Ja, zwart heeft de pion geofferd. Ja. Ja, 1 of wel meer, toch? Of ja, misschien nog wel meer ook nu inmiddels. Ja, ja. Kijk hoor, dan moet ik even tellen. Ja, dat zijn er wel meer, ja. Ja. Nominaal zijn het er nu 4, maar laten we het zeggen dat hij een paar pionnen heeft geofferd, ja. Ja. Maar de koning van wit staat wel in het midden, hè? Dat is natuurlijk wel wat waard. Ja, dat hebben we deze ronde ook al vaker gezien. Nou, dat krijgt nog wel een staartje, geloof ik, hè? Ja, want hij slaat hier op B2. Ja, nu zit wit even niet op te letten, geloof ik. Want wit moet het hier proberen heel erg goed dicht te houden. Met zijn koning in het midden, onderontwikkelde stelling. Zwart heeft loperpaar natuurlijk. Mm-hmm. Maar wit heeft het centrum goed dicht, dus... Ja, dat moet hij gewoon vooral zo houden. En dat lukt hem dus niet. Nee, want hij speelt hier lopen E2. Ja. Ja, nu is de kijkersvraag waarschijnlijk van hoe kan zwart hiervan profiteren? Ja. Ja, dat is heel goed, Rob. Je leert het al. Ja, ja, het is verbazingwekkend dat iemand met zo'n hoge rating eigenlijk deze set mist, hè, met wit. Ja, nou ja. Ja, misschien wel, ja. Maar kon hij nog wat aan doen dan eigenlijk? Nou goed, laten we eerst naar de zet even kijken. Ja, of ja. Misschien onderschat hoor, dat kan ook. Ja, de zet en de tegenstander. Ja, maar Daniel speelt hier lopenmaal D4. Goeie zet. Ja, zeker. Ook de enige zet om goed tegenspel te krijgen. En ook meer dan voldoende compensatie eigenlijk. Wit heeft het hier moeilijk. Maar... Als je dan even teruggaat, kon wit hier nog wat doen dan, om dat te voorkomen? Ja, Stokvis geeft gewoon een heel doodleuk H4 en dan pas de loper ontwikkelen. Zwart moet dan ja, toch wel terug met de dame. Ja. En als je dan je loper ontwikkelt, dan is veld D2 natuurlijk niet meer toegankelijk, hè? Dus je kunt hier je loper naar C4 of naar B5 spelen. Wel even net iets actiever, hè? Ja. Even kijken, nu is lopenmaal D4 helemaal niks. En nu kan lopen D4 niet? Even kijken. Jawel, dat zou misschien ook wel kunnen, maar ja. Dan ga je gewoon kort of zo. Wit heeft hier al ook hier in deze stelling weer paar D5 tussendoor, hè? Oké, ja. Het is nog steeds wel scherp, hoor. Ja, maar goed. Maar dit biedt wel betere kansen voor... Het is wel heel verschil met de partij, hè? Want nu heb je die dame natuurlijk wat passiever gezet, wat teruggedrongen. Ja. Je hebt nog net even wat profijt van die pion op D7 die toch eraf gaat, want die moet zwart toch even nog onschadelijk maken. Ja. En dat geeft je net even de kans om je ontwikkeling te voltooien en dan hou je toch wel minstens een pion over, denk ik. Oké, terug naar de wedstrijd. Oké, toren B2, ja, lopen. Nu wordt het natuurlijk leuk. Slaan, ja. Het is natuurlijk fantastisch dat Daniel dit op het bord krijgt, lopenmaal D4. Ja, zeker. Wit sloeg. Ja, wit heeft het echt heel moeilijk. Schaakje natuurlijk, dat was het idee, neem ik aan. En wit mag eigenlijk blij zijn dat hij niet meteen verliest. Ja, want het stukken werken ook niet samen hier, hè. Dus... Ja, nu is het een beetje jammer dat Daniel die denkt even door te zetten met zijn aanval, met loper D3. Maar dan kan wit gewoon blijven dekken. Dan kan die dame weer terug. Ja, want die loper staat gepend, hè? Dus die... En wit houdt zijn stuk dus allemaal bij elkaar. Is in een keer mat. Ja, dat de tweede rij die is natuurlijk dodelijk. Maar als die dame teruggaat, dan staat alles gedekt. Zijn paard staat eigenlijk indirect ook gedekt. Oh, dat is ook gespeeld, hè? Dit. Over op D3 hangt. Ja. Terwijl als Daniel in plaats van loper D3... Als hij toren C2 had gedaan, had hij gewoon zijn initiatief gewoon gehouden. En eigenlijk moeten we daar proberen een ontsnapping te vinden. Tja...
Ja, dat is wel een beetje ongemakkelijk dit, ja. Ja, hier moet je echt een computerontsnapping proberen. En ja, goed, dan staat zwart eigenlijk makkelijker. Dus kennelijk. Ja, gewoon. Ik vind het ook wel een goede tactiek, denk ik. Als je tegen een sterkere speler moet, dan moet je er gewoon eigenlijk ook vol ingaan. En als je. Ja, lekker aanvallen. Ja, precies. Want ja, je ziet, schaken is zo moeilijk. Er zitten gewoon af en toe trucjes in. Die zijn gewoon bijna niet van tevoren te berekenen. En nou ja, dit zag er dus heel kansrijk uit voor zwart. Ja, na Torres C2 had Wit echt Ja. een moeilijk moment gehad, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Oké, dus dame F3 is gespeeld en dan ja, is de aanval een beetje afgeslagen, hè? Lijkt het wel. Ja, nu is het een beetje jammer. Wit houdt zijn stuk gewoon. Ja. En zwart kan ook geen troepen aanvoeren met die andere toren. Die wordt onder controle gehouden door die lastige pion op D7. Ja, dus die toren kan niet in één keer meedoen ergens. Nee. Ja, even later moest Daniel opgeven omdat hij gewoon te veel materiaal achter staat, hè? Dus Ja. ja. Oké. Zullen we naar jouw partij gaan, Rob? Ja. Even kijken. Ja, waar wil je inspringen? Ik had zelf 23, zeg 23 bedacht, maar Oh, even kijken hoor. je mag zelf Er ook is iets anders inspringen nog wat je. wel een leuk moment hier bij in deze stelling. Ja. Ik heb dus met een tussenschaakje op H7 heb ik de koning naar H8 gelokt. Oké. In de partij blijkt dat heel nuttig te zijn vanwege ja, de minder goede positie van de zwarte koning in het eindspel, die verder van het centrum verwijderd is natuurlijk. Maar zwart is C7, C5 een plan met tegenspel. Oh ja, ik zal het even. Ja. En ik kan ook op aanval spelen, hè? Doordat ik eigenlijk natuurlijk ja, wat centraler sta, wat meer ruimte heb, het centrum beheers. Trouwens, jouw Is tegenstander mogelijk die om hier. speelt. Sorry, jouw tegenstander speelt nu het Nederlands kampioenschap volgens mij, hè? Niet? Ja, klopt, ja. Dat is niet Oké. zo'n slechte speler. Nee, helemaal niet zelfs. Hij heeft meer dan 2500, zag ik toevallig. Oh Ja. ja, daar staat hij dan. En ja, hij heeft zich ja, gewoon op rating gekwalificeerd, denk ik, voor het NK. Maar ik heb hier H2, H4 overwogen. Oké, ja, je mag die set ook gewoon uitvoeren hoor. Oh ja, oké. Dat kan ook gewoon, ja. En als hij dan C7, C5 doet, Ja. dan dacht ik dat G2, G4 Oh, oké. sterk was. Ja, een beetje aanval, Ik à zie la wel Steinitz aanval. dat Stockfish niet onder indruk is. Oké. Maar zelf dacht ik van op H2, H4 en het plan met G2, G4 kan zwart in ieder geval E6, E5 doen. Oh, in het En centrum. dan het Ja. centrum openen zoals gebruikelijk is na een flankaanval. En dan toch ontsnappen in het eindspel. En nou ja, goed, dan verzwak je eigenlijk misschien alleen maar met H2, H4 en G2, G4. In het eindspel kan H2, H4 trouwens best nog wel, als die pion op H5 komt, een voordeel betekenen hoor. Maar daarom heb ik het eigenlijk niet gedaan. Ja. Ja, vanwege die tegenaanval in het centrum. Ja, vanwege E6, E5. Dus Ja, ik zie oké. dat Stockfish net zo makkelijk C7, C5 doet. En ja, die kan natuurlijk beter verdedigen dan wij, denk ik. Ja. Maar in ieder geval dacht ik zelf, ik heb die koning niet alleen in de hoek gelokt om hem op de flanken aan te vallen, maar eigenlijk meer omdat ik dan in het eindspel Oké, dus wel hele lange voordeel heb, omdat termijn mijn koning in het midden visie. staat nog. Ja, oké. Interessant. Ja, als het goed is, komen we dat ook nog tegenspreken, hè? Dus Ja, ik kan hier eigenlijk het eindspel gewoon makkelijk forceren door, ja, door mijn dame naar binnen te laten gaan. Hij moet hem ruilen. En ja, nu staat mijn koning dus in het midden, hebben we vaker gezien. Alleen hier is het juist gunstig. Ja, we gaan richting eindspel, dus dan moet de koning meedoen Ja, weer, hè? precies. Het is nog steeds, ja, niet zo heel veel voordeel hoor. Stockfish die zegt gewoon, ik sla terug op C5, was ik koning E2 van plan. En dan staat het
net ietsje beter voor wit dus, vanwege die koningspositie. Nou, daar had ik op gerekend eigenlijk. Maar hij doet hier heel verrassend loper F6. Met de bedoeling, denk ik, om naar paard E4 te ruilen en paard C6 te doen, krijgt hij zijn pion terug en zijn paard heel goed in het centrum. Dat zal ik even uitleggen. Als ik paard D4 doe, ja. Kan hij slaan, ruilen en paard C6 doen. Dubbele aanval op A5 en... wacht even, dat moet ik zo doen, hè. Oh, ik was je al voor. Ja, D4. En die kan ik niet allebei dekken met loper C3, want dan doet hij B5, B4. Dus hij krijgt zijn paard op D4. En die kan hij ondersteunen met E6, E5. Dus zo'n zwart staat dan heel goed actief. Mm-hmm. Dus Stockfish is nog steeds niet onder indruk, maar die geeft een plusje voor wit. Maar aan de andere kant, ja, ik dacht, dit is hier van plan. Een beetje de stelling uit evenwicht brengen. En ja, ik dacht, dan staat hij niet slecht. Aan de andere kant, na loper F6 kan ik gewoon mijn koning een beetje in centraal houden met lange rokade. Oh, je hebt gerokeerd. Oké, okay. Ja. Ja, en nu komt hij met verdubbeling op de C-lijn. Nou, ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk stukken te ruilen. Want als dat een pion-eindspel is, dan win ik door mijn koningspositie. Ja. Ja, die koning van H8 staat heel ver weg, hè? Ja. Nee, precies. En het beste is nou wel om de torens te ruilen, je paard op C6 te zetten en heel zo snel mogelijk met zwart ook je koning erbij halen en dan proberen remise te maken op die manier. Maar ik denk dat Hugo toch wel wat ambitieuzer was dan dat, nog op dit moment. Er staan er wat stukken op, dus hij dacht waarschijnlijk, kom, ik speel paard D7. Als wit de torens ruilt, dan sla ik terug met mijn paard en kan ik misschien naar E4. Ja, oké. Alleen dat berust denk ik op een misrekening. Want ik ruil inderdaad de torens. En als hij terugslaat met paard, dan kan ik hem pennen. Ja, precies. En eigenlijk is dat best vervelend voor zwart. Ja, dan moet hij toch wel aardig zijn best doen om uit die penning te komen. Kan dat überhaupt? Ja, dat had hij ook wel gezien trouwens. Okay. Zwart moet dan, om uit die penning te komen, moet hij bij wijze van spreken de kleine kwaliteit offeren met loopman B2. Ja. Kunnen we even... Ja, laat maar zien. Ja. ...naspelen, want dat is niet zo vanzelfsprekend. Zwart heeft hier een truc met loopman B2. Oh, zo bedoel je dat. Ja, die kan ik niet slaan, want dan verlies ik de toren met paard D3. Ja. Maar als ik zelf dan de kwaliteit over op C5 en dan die loper sla, dan sta ik een kleine kwaliteit voor. En de vraag is of dat gewonnen is. Maar wit speelt dan op winst. Ja. En misschien is het wel technisch gewonnen, misschien is het nog wel remise te houden. Maar je hebt geen prettige middag met zwart in ieder geval. Hoe ziet die variant er precies uit, Rob? Want, Ja, zwart moet hier, want hij staat hier eigenlijk in een dodelijke penning. Mm-hmm. Zwart moet hier loopmaal B2 doen. Als ik koningmaal B2 doe, dan doet hij paard D3 schaak. Ja, dat is mis. Ja. Weer, dit is weer stap 3. Hè? Ja. Ja, daar kom je ver mee dus. Ja. Wit. Ja, moet eerst de kwaliteit inleveren en dan dat stuk pas slaan. Mm-hmm. En dan staat die kleine kwaliteit voor. En dan moet zwart echt wel moeite doen om remise te gaan maken, als het hem al lukt. Ja. Dit had ik graag gespeeld, hoor. Ja, waarschijnlijk zag hij op dat moment ook van... dit nee, zit... dat deed hij liever niet. Nee, precies. Dus eigenlijk is paard D7 gewoon een misrekening. Ja. Ik ruil de torens en hij moet toch met de toren terugslaan. En dan staat zijn paard eigenlijk niet zo lekker. Nee. En nu is het heel belangrijk. Vaak worden dit soort symmetrische stellingen een beetje als saai remise-achtig beschouwd. Mhm. Maar juist die symmetrische pionnenstructuren, die willen wel heel snel uit evenwicht raken. En dat zie je hier ook gebeuren, want wit heeft volledig de invalsvelden op de C-lijn. Met name C2 onder controle. Oké, ja, ik zie het. Ja. Terwijl als wit op de D-lijn gaat staan, dat deed ik natuurlijk ook. Ja, wit kan gewoon naar binnen. Die koning die verdedigt niet mee. Mhm.
Dus ja, zet je je paard weer op de rand, op de achtste rij dus. Ja. Of ruil je hem en kan wit op D7 binnenkomen, hè? Wit staat hier echt wel heel voordelig. Ja, ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ja, ik... ja de... dus nu ruilt zwarte torens. Dan maar onder veel ongunstigere omstandigheden, want... Ja, ja, wit heeft nu een geïsoleerde pion afgedwongen. Ja, zeker. Ja, en nog steeds heeft wit dat voordeel van die koningspositie. Ja, nu speelt hij het ook even niet nauwkeurig, kennelijk, volgens Stockfish. Hij speelt hier wel actief, hij speelt paard C5. Mm-hmm. Dit is wel een kritiek moment. Dit is waarschijnlijk een moment waarbij je inderdaad even wou inspringen. Ja. En paard C5 dreigt natuurlijk paard E4, hè? Dat is het oorspronkelijke plan van paard E7. Maar aan de andere kant kan ik dat eigenlijk negeren met loper C3. Dus als ik die doe, heb ik niet gedaan hoor, dan... Ja, ik had toch een variant ingevoerd bij die zet. Dat laat zien hoe gunstig jouw koning eigenlijk is. Ja. Kijk, de bedoeling daarvan is heel snel de lopers te ruilen. En dan vervolgens onder opoffering van F2 gewoon naar het centrum te lopen, die pion D5 op te halen. En wit is dan oppermachtig. Mm-hmm. Dus dat is het strategische idee van loper C3, van de stukken ruilen. En vervolgens, hoe meer stukken er geruild zijn, om die dominante koningspositie te verzilveren. Ja, zal ik die variant even laten zien? Want, ja, is goed. Laat maar zien, want ik ben wel benieuwd. Deze dus, loper C3. Als zwart dan zou slaan. Dan valt hij inderdaad die koningspositie op. Ja, dat is een groot verschil. Ja. Nou ja, ik heb gewoon een variant gekozen. Dit waarschijnlijk het plan was van zwart. Koning D4 is goed, maar zelfs computer is nog meer gecharmeerd van koning B4. Ja, inderdaad. En het leuke van die strategie met koning B4 is natuurlijk dat wit zo snel mogelijk een vrij pion op de rand krijgt. Waar vechts verwijderde vrij pion is. Even die pion op een B natuurlijk redden. De koning staat veel te ver weg van zwart. Ja, zwart die krijgt nu veel te laat tegenspel op de koningsvleugel. En ja, dit is gewoon een kansloos eindspel voor zwart. Dus, ja, dat was het masterplan geweest. Ja, dit was eigenlijk ook wel de strategie van wit. Waarbij ik had kunnen profiteren van zijn onnauwkeurigheid paard C5 eigenlijk. Maar ja, die actieve bluff die werkt wel, want ik dek eerst nog even met paard D2 E4. Mm-hmm. En ik denk, nou ja, dat ene tempo maakt niet zoveel uit met die koning daar ver weg. Maar dat scheelt dus toch, want hij speelt nu heel goed eigenlijk. Actief verder met G5. Niet G6, maar G5. Mm-hmm. Om zo snel mogelijk zijn pionnen naar voren te krijgen. En zijn koning via G6 tegenspel te laten krijgen. Ja, hij kan nu gewoon... En nu is op loper C3 koning G7 plotseling mogelijk. En zijn koning staat, als ik die lopers ruil, veel dichter bij de actie. Ja. Ik sta nog steeds wel beter hoor, maar ja, niet zo goed meer als net natuurlijk. Net was het echt een gewone stelling, nu is het gewoon een betere stelling. Mm-hmm. Dit hebben we allebei niet gezien hoor trouwens. Heb je nog geanalyseerd met hem naar de partij? Om zo snel mogelijk die koning naar voren te laten gaan. Rob, heb je nog geanalyseerd met Hugo? Ja, zeker. Heel lang. Oké. Dus, en dit moment hebben we echt gemist. Ja, ik speel gewoon verder volgens mijn strategie, dus om die stukken zoveel mogelijk te ruilen. Nou, hij wil er zeker minstens één nog
ophouden. En nu dacht ik zelf, paard A4 is trouwens ook niet zo heel erg goed. Het deed wel succes hier trouwens, maar na de partij zagen we wel, op voorstel van zijn teamgenoot trouwens, dat paard D4 hier toch nog steeds echt wel heel groot voordeel zou geven. Om dan alsnog inderdaad dezelfde strategie te varen en met deze, de koning naar de damevleugel deze zet te gaan. Ja, klopt. Ja, oké. Ja, ik heb het eigenlijk niet gedaan van... Zwart dreigt namelijk wel G5, G4. Met tegenspel. Alleen met paard D4 verhinder je dat ook wel enigszins. Omdat hij dan nog geen tijd heeft om vanwege paard D5 schaak om die pion op te spelen. En ik dacht, G2, G4 is sowieso wel een positioneel goede zet. Mm-hmm. Je legt de pion vast op de goede kleur. Maar hij kan nu ook een verzwakking uitlokken. En dan heeft hij eigenlijk net op tijd voldoende tegenspel met H6, H5. Als hij dat niet doet, dan sta ik inderdaad echt wel weer veel beter. Maar ja, nu is het echt remise. Ja, dat is toch ook een tactiek van de verdedigende partij. Om op de juiste omstandigheden moet je dan ruilen. En als er veel geruild wordt, dan worden de winstkansen waarschijnlijk ook wat minder. Ja, maar dat moet je wel vanuit een positie van activiteit doen. Als je gewoon inderdaad je actieve stukken ruilt, dan zie je heel vaak inderdaad dat zwakkere spelers daarmee denken inderdaad zoveel mogelijk eraf te halen en gelijk te komen. Maar dan hou je inderdaad alleen maar passieve stukken over. Terwijl hij speelt wel heel actief verder. Ja, met H5 bedoel je. Met H5, dat is dan niet zo goed. Maar iemand met G5, dat is dan wel heel goed. En met H5 nu ook. Mm-hmm. Tijdelijk pionoffer. Om inderdaad vanuit de situatie van kracht te ruilen. En het remise te maken dus. Ja, dat werkt wel. Ik ben net een zet te laat om die verdediging op de koningsvleugel rond te krijgen met paard D4 en H3. Ja, en dan kan hij inderdaad liquideren. En dan blijft er 3-3 over. Dus dat kunnen we even laten zien. Mm-hmm. Wel leerzaam trouwens hoe hij dat doet. Het mooiste zou zijn als ik... Als ik dus H3, dat kunnen we wel even naspelen. Als ik H3 had kunnen doen. En vervolgens paard D4. En dan sta ik echt goed. Maar zwart kan meteen F5 doen. En hier gelijk maken. Dus je krijgt je pion terug. Paard D4 helpt dan niet. Want dan speel je G4 en dan krijg je dus zelf een actieve koning. En je pion op F2 is nog steeds zwak. Die kan nog steeds door dat paard worden aangevallen. En zwart kan om en om F2 en C3 aanvallen. En heeft voldoende tegenspel. Ja. Dat is wel lastig om dat allemaal vooruit te zien, hoor. Dat is wel een tegenvaller, hè? Ja, zwart wil gewoon paardje 5 doen. Dus daar doe je niks meer aan. Misschien had ik het zo meer op de proef kunnen stellen. Ik accepteer uiteindelijk dat pionoffer dus. Hij krijgt hem eigenlijk meteen terug. En ik denk, nou, ik probeer hem dicht te houden. Ik heb nog één zet nodig, H2, H3. Mm-hmm. Maar hij breekt gewoon. Ik kan een pion weer winnen, maar hij krijgt hem weer terug. Ja, en nu wordt het gewoon remise zo, En nu was het klaar, geloof ik. Ja. Ja, oké. Dus er waren wel kansen, maar het was alles behalve eenvoudig eigenlijk. Nee, zeker. De strategie was een groot succes eigenlijk. Om in het eindspel mijn betere koningspositie proberen te verzilveren. Mm-hmm. Maar
Ja, eigenlijk leidde dat maar tot één echte concrete winstkans. En hij heeft eigenlijk heel goed actief verdedigd door actief proberen tegen te spelen en van daaruit de stukken te ruilen en pionnen. En eigenlijk reëel gezien had hij dat ook wel verdiend ook. Tegen een goede speler is het altijd, die moet je eigenlijk wel 3 keer verslaan als het ware. Hè? Ja, Sta je goed en dan dat. blijft hij nog overeind en dan sta je Maar nog een keer versterkt dat goed. ik hem in de interne misschien tegen andere spelers wel gewonnen zou hebben, maar Ja. noem geen namen, maar Oké. ja, het lijkt een saaie partij, maar dat is het eigenlijk op sommige momenten toch niet echt. Het was in ieder geval heel leerzaam. Ja, oké. Okay. Dan bedankt dat je in ieder geval de partij wilde laten zien. Ja, We hebben nee, dan nog zeker. een toetje, geloof ik, hè? Met, Ja, dat is wel het klapstuk, ja. het Ja. klapstuk zelfs. Oké. Okay. Hij was daar zelf wat beteesd onder, in ieder geval, hoor. Maar, oké. Ja, het begint met een Scheveninger variant. En Frank die speelde verrassend scherp de G4, dus de keresaanval. Doet hij niet altijd. Maar in deze partij is het ook een onverwacht groot succes. En ik denk dat Xander Wemmers het ook niet verwacht had, de keres. Hij speelt een redelijk moderne zet. En vroeger de scherpe zet was H2, H4. En tegenwoordig spelen ze vaker inderdaad meer positioneel H3. Oh, oké. En dan een soort lang fianchetto met een loper op G2 eigenlijk. Oké, okay. Oh, dit is allemaal modern. Oké, okay. Ja, Ja, precies. ik ben dus niet zo thuis in deze variant, eerlijk gezegd. Ik ken het nog wel van Ja, Karpov Kasparov, volgens mij. Karpov, die spelen het dan weer zonder H3. Dat is natuurlijk een beetje een tempoverlies. En die zetten altijd zijn dame dan op E2. Oké. Okay. Ja, Karpov die speelde, had wel een grote voorkeur voor de keres, ondanks dat hij een positionele stijl had. Dat hij graag wat meer ruimte had. Nou, dat krijg je meestal wel op de koningsvleugel hier natuurlijk. En Frank die speelt ook zijn dame naar E2. En het voordeel van de pion op H3 is dat je je dame ook op D2 weer kan zetten. In de geest van de Engelse aanval, waarbij je vaker je pion op F3 hebt dan op H3 eigenlijk. Ja, klopt, ja. Dus het kan allebei. Dus dame E2 doet hij. Zwart ruilt, ook heel thematisch eigenlijk. Op het moment dat die dame weg is, dan pas ruilen op D4, dat hij niet met de dame kan terugslaan. En loper E6. Bekende structuur. Zwart heeft een achtergebleven pion op D6. Was een korte rokade eigenlijk ook een optie? Of, want ja, lang is het lijkt Hier wel. voor zwart korte rokade, dat wordt meestal als heel gevaarlijk. Nee, maar voor wit. Oh, Ik ja, nee, zeker. bedoel, ja, je kan Van lang. Frank had Oké. ik meer verwacht dat hij kort zou rokeren, inderdaad. En Okay. zwart heeft denk ik expres gewacht met rokeren, totdat wit ook kort rokeert. En dan kan zwart ook wat veiliger kort rokeren, ja. Okay. Nee, klopt. Maar als zwart wit lang rokeert, dan denk ik, kan ik me voorstellen dat zwart even zijn rokade uitstelt. Ja, dat lijkt mij ook, ja. 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 Hoewel dat ook nog wel, denk ik, gespeeld wordt, hoor. Maar met torense jacht dreig je min of meer misschien nog de kwaliteit te offeren op C3. Ook weer een thematisch kwaliteitsoffer. Ik denk dat het wel correct is als wit dat toestaat hier, maar Oh, oké. liever Okay. niet. Op koning B1 is toren als C3 misschien al vervelend. Ja, ik denk Ja. dat koning B1 hier niet zo'n hele prettige stelling oplevert. Ik weet niet in hoeverre, we kunnen het even checken natuurlijk. Koning B1. Ja, Stokvis zegt al meteen dat het erg goed is, dit kwaliteitsoffer. C4 en korte rokade. Nou, Ja. op het moment dat Stokvis zegt dat hij meteen de kwaliteit wil teruggeven met toren D5, dan moet er wel iets misgegaan zijn. Ja, het ziet er leuk uit voor spelen voor zwart dit, ja. Nee, dit is heel lekker voor zwart spelen. Je ziet ook wel dat die loper op G2 hier totaal buitenspel staat, Ja, want die verdedigt nu liever mee op de damevleugel. Dit is echt wel voordeel voor zwart, lijkt me. In ieder geval praktisch gezien ook al heel prettig.
Ja. Zwart moet natuurlijk niet de dames ruilen, maar dame D2, dame A4 doen, zegt Stockfish ook. Hier heb je geen prettige middag met wit. Nee, oké. Okay. Goed, daar ging Frank ook niet op in, geloof ik. Hè? Dus, Nee. De torensjacht, dat zie je wel aankomen natuurlijk. Dat de toren als C3 typisch kwaliteitsoffensief Siciliaans natuurlijk. Mm-hmm. Hier speelt hij paard D5. Positionele goede zet. Ja, lopen B6 misschien erachteraan. Hè? Dus, je moet iets doen. Ja, loopt B6 dreigt. Nee, zwart moet hij dat paard wel uitschakelen. Ja. Zou je zeggen. Liever zou je dat eigenlijk wel met het paard willen doen. Maar het verliest weer een tempo. En we hebben al gezien een paar koningen in het midden natuurlijk. Ik denk wel dat zwart nog misschien tijd heeft om die koning nog wel kort te gaan laten gaan. Maar dan is die aanval op de koningsvleugel natuurlijk ook wel misschien sterk. Dus ja, interessante stelling. Wel een typische Siciliaanse stelling. Ik zou zelf met paard hebben geslagen, ja. Ja, ja toch wel. Ja, want okay. Het lopen paard geeft wit vaak structureel voordeel wel. Zwart speelt paard D7. Het voordeel is wel van zwart. Als het positioneel rustig verder kabbelt, dan kan zwart de zwartvoordelige lopers ruilen via G5. Mm-hmm. En met goed paard tegen slechte loper gaan spelen. Ja, ja. Dat die is loper... zwart's positionele idee. Ja, oké. Dus die loper ruilen op G5, die slechte loper. En dan met goed paard tegen slechte loper proberen een eindspel te bereiken. Nou, dat gebeurt er eigenlijk nooit bij Siciliaans. Dat gaat toch altijd mat aanval. Ja, precies. Fischer zei altijd, de goden hebben het middenspel voor het eindspel geplaatst. Dus ja, eerst moet je nog even proberen een aanval te weerstaan. Ja, precies. Witty speelt een hele nuttige set. Koning B1 haalt de koning uit de C-lijn mm-hmm. en uit de diagonaal hier. Ja, lopen G5. Dan komt meteen F2 en F4 ook. Oh ja, de koning staat nog in het midden. Dus een beetje onhandig. Ja, de zwart moet eigenlijk eerst even rokeren. Zijn koning uit het midden halen, dat ligt al voor de hand. Ja. Maar nu draait hij denkt, er zijn wat stukken geruild. Die aanval zal wel loslopen. Maar je ziet wel dat deze loper nu wel goed tot leven komt. In het eindspel is hij misschien slecht, maar die verandert in één keer van diagonaal als het ware. Hè? Dus die heeft nu extra diagonaal erbij. Ja, hij gaat van inderdaad defensief op de koningsvleugel naar offensief. Mm-hmm. Ja, en nu speelt zwart gewoon zijn plan. Stockfish zegt eigenlijk, nou laten we maar met loper A4 de boel een beetje dicht houden. Want die ziet het wel aankomen, denk ik, die witte aanval. Zwart speelt gewoon positioneel verder. Mm-hmm. Ja, en nu denk ik eigenlijk dat wit toch wel een mooie aanvalstelling gaat krijgen, inderdaad. Je kunt je afvragen of je misschien meteen met H4 misschien kan breken. Ja, dat is eigenlijk mijn eerste reactie. Hier, gewoon open lijnen krijgen. Ja. Dat is, Maar loper F5 ziet er ook wel heel prettig uit. Je pent dat paard. Eventueel zou je dat paard zelfs kunnen ruilen. Als je het positioneel speelt. Mm-hmm. En die loper op F5 kan je eigenlijk alleen maar met G6... wegjagen en dan verzwak je je koningsstelling nog meer eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Nou, dat blijkt ook wel. Oh, hij speelt G6. Ja, dat lijkt me niet echt heel goed eerlijk gezegd. Ja, maar ja, anders heb je die loper heel de tijd staan. Zo zou consequent die loper eerst ruilen. Dus loper E3. En als je G6 wil doen, dan pas G6 doen. Je moet sowieso even afwachten naar loopmal E3. Als wit met de dame terugslaat, wil je liever geen G6 doen natuurlijk. Nee, oké. Okay. Maar goed, dan ga je misschien met toren C7 uit de penning en probeer je dames te ruilen. Hè? Dat indachtig je strategie van, nou,
Dat eindspel, dat wil ik wel spelen met dat paard tegen die loper. In dat geval, met dame ruil zal het zeker wel dat die loper willen ruilen tegen het paard. Trouwens, tussendoor vraag je Rob. Is niet bijna elk eindspel in de Siciliaan goed voor zwart, omdat hij twee centrumpionnen tegen één heeft? En heel veel Siciliaans. Is dat toch zo? Soms heeft wit ook door die pionnen op de koningsvleugel wat verzwakkingen in het eindspel. Maar het is wel zo dat wit heeft wel vaak meer ruimte in het eindspel. Dus daar moet je ook een beetje voor oppassen dat je niet weggedrukt wordt. Mm-hmm. En wit heeft soms ook, omdat hij aanval heeft in het middenspel, actievere stukken. Dus dat geeft soms een dynamisch evenwicht, ook al haalt zwart het eindspel. Aan de andere kant, inderdaad, positioneel heeft zwart vaak wel troeven. Ja, precies. Eindspel, hè? Ja, ja. De half open C-lijn en minder verzwakkingen. Dat geeft soms inderdaad heel goed spel, heel goed tegenspel. Ja. Zwart maakt hier volgens mij gewoon een hele praktische, maar misschien ook wel strategische fout. Met G6. Ja, waarom is dit helemaal niet handig? Nou, dat blijkt wel. Frank die ruilt op D7, hij ruilt op G5. En wit kan gewoon gratis meteen de H-lijn openmaken. Ja. Nou, dit is echt... praktisch gezien sta je hier gewoon, denk ik, bijna verloren. Dus als die H-lijn openkomt, dan heeft wit eigenlijk gewoon... Ja, een zodanig initiatief dat hij kan ontwikkelen dat. Dat moet je wel. Dan moet je wel op een gegeven moment doorbreken. Mm-hmm. Ja. Dit had zwart heel makkelijk kunnen voorkomen, eigenlijk. Door zelf eerst te ruilen op E3. En dan pas of G6 te doen of met toren C7 uit de penning te gaan. Ja, maar misschien had zwart ingeschat van er zijn nu zoveel aanvalstukken weg. Ik ga vast niet mat met een paar torens en dame. Wow, dat valt er wel tegen ook hoor. Ja, goed. Ik zie het al een klein beetje aankomen. Hij rekent op tegenspel, ook via die half open C-lijn. Maar ja, je ziet wel, die koningsstelling van wit is totaal niet verzwakt. En die van zwarte, die heeft een half of een open H-lijn krijgt hij voor zijn kiezen. Ja. Dus van stokvis winnen we het misschien niet, maar want die geeft doodleuk dame die acht. Maar dan speel je H5 en dan komt die H-lijn ook op jouw voorwaarden open. Ja, je moet sowieso een stel toren zuilen, maar zelfs dan denk ik dat het nog wel heel moeilijk wordt voor zwart. Okay. Maar dat blijkt ook wel. Want zwart opent die H-lijn. Speelt koning G7 natuurlijk, om een toren te ruilen. Ja, die wil die aanval afstaan met toren H8. Ja, als je gewoon toren H1 doet en allebei de torens ruilt, dan valt het misschien nog wel mee inderdaad. Dan zal het dame eindspel wel meevallen met de witse verzwakkingen. Maar wit doet een hele sterke zet, F4. En nu komt... al je guns kanon hè, in beeld. Oh ja. je valt H5 aan. Ja. Oké, je offert een pion, maar dat stelt niks voor, want die diagonaal komt ook open. Maar het belangrijkste van F4 eigenlijk, is dat je... Even kijken, rechterbuisknop. Ja. Ja, heel goed. Is dat je die dame meteen op H2 krijgt. Dus je kunt meteen alle drie zware stukken op die H-lijn zetten. Hier heb je echt een probleem met zwart. Ja, dit ziet er wel serieus uit, ja. Ja, zeker. Dus, dat blijkt ook wel. Zwart slaat. Mm-hmm. Wit die speelt dame H2. Nou, zwart moet een toren ruilen. Maar de andere toren komt erbij. Ja, en gaat dit nog maar eens even verdedigen. Dus er zitten allemaal matmotieven in met, je kan op H6 en H7 binnenkomen. Mm-hmm. Via H6 kan je alvast je pion terugwinnen. Ja, dus, ja. Maar goed, wij kijken naar de koning natuurlijk. Hè? G5 zit erin soms. Ga er maar aan staan. Ik had het niet graag verdedigd met zwart, eerlijk gezegd.
Xander Wemmers die speelt ook heel sterk. Dat is een sterk speler. Die gaat meteen in de tegenaanval. En dekt meteen zijn pion op A4. Dus dat is niet zo gek. Dus hij valt C2 aan en hij dekt zijn pion op F4. Ja, volgens mij was dit ook de enige goede zet, hè? Ja, enige zet die niet meteen verliest, waarschijnlijk. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, maar ook wel weer actief verdedigd. En gelukkig voor zwart dat er een verdediging in zit. Mm-hmm. Ja, het ziet er nog heel hachelijk uit voor zwart, toch? Nog steeds? Ja, die koning die wordt ook echt alle kanten op geschopt, eigenlijk. Want Frank die jaagde meteen naar het midden toe. Ja, en we hebben gezien dat zo'n koning in het midden, dat echt wel een heel dankbaar aanvalsobject is. Hè? Mm-hmm. Ja, zeker. Dus, het is nog wel even relevant om te vermelden dat als zwart weer op G5 slaat, dan heb je weer een stapje 3, hè? Is dat weer leuk als kijkersvraag te volgen? Ja, zeker wel. Dacht ik al. Je wordt er steeds beter in, Rob. Ja, ik heb hem door. Ik begin hem door te krijgen, ja. Ja, niet alles verklappen. Nou, dan werd het even stil natuurlijk. Stapje 3, daar heb je altijd wel afhankelijk van je sterkte een minuutje voor nodig. Draaien. Ik zou het niet eens eigenlijk overwegen om die pion te pakken. Het zal wel misgaan. Dat is... Nou ja, kijk, in een dame-eindspel zou het de winnende zet zijn natuurlijk. Want, maar goed, je ziet wel, twee zware stukken betekent al, dame en toren. Mm-hmm. In het algemeen, als je het initiatief hebt, heb je een mataanval, hè? Ja. Zonder pion al helemaal, maar nu staat die koning zo open bloot. Dat kan niet goed gaan eigenlijk, hè? Nou, als je die pion slaat, dan sta je inderdaad echt wel... dan komen er natuurlijk heel veel tactische mogelijkheden in. Moeten we het even laten zien nu? Ja, nu is het wel het moment. De kijker heeft nu al lang genoeg kunnen denken, denk ik, hè? Ja, jij ziet hem natuurlijk ook wel. Koning mag G5. Nu heb je schaak, koning F5 en... Een röntgen, hè? Een röntgen. Ja, en nou koning heeft ergens dame als jacht en je wint de toren. Ja, ja. Maar goed, koning mag G5 is natuurlijk wel heel erg... Eigenlijk heeft zwart maar een heel smal pad naar nog een speelbare stelling. Dus... Maar goed, dat is ook op zich een voordeel voor zwart. Want die kan die koning maar G5 meteen wegstrepen. Van ja, die kan niet, dus ik moet naar E7. Ja, wit, doordat wit zo krachtig voortzet eigenlijk met zijn aanval, dwingt die zwart eigenlijk steeds de enige zet te doen. En zwart heeft het geluk dat hij die steeds heeft, inderdaad. En dat het niet meteen onderweg mat is. Of torenverlies of wat dan ook. Ja. Frank die speelt het heel goed verder. Koning D8. Normaal zou je nu met dame F7 de partij meteen beslissen. Ja. Alleen het nadeel is, op dit moment beslis je dat wel, maar ja, dan komt er weer zo'n stapje 3 van zwart. En ja. Dat is dame C2, dame C1 wat je dreigt met mat op de onderste rij. Dus zwart heeft net even een dreigingtje te veel om zelf mat te gaan. Als je bijvoorbeeld eerst B3 doet, dan kan zwart meteen die dame misschien terughalen met dame D7 of zo. En dan gaat het ook niet meteen mat. En dan moet je nog maar oppassen inderdaad of je niet toch een minder eindspel krijgt. Maar Frank doet het heel goed. Hij wint gewoon een pion. Ja, soms moet je tevreden zijn met een pionwinst na zo'n sterke aanval. Nou, Frank kennende is hij altijd wel tevreden met de pionnetje. Dus hij doet die. En nu kan hij, hoppakee, G6 slaan. En dekt hij meteen C2. Ja, 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 ja. Weerslag gaat voor, zeg ik altijd maar. Maar je ziet wel, zwart heeft nou toevallig een rokadestelling bereikt, hè, met zijn koning op B8. Ja, maar wel ten koste van twee pionnen. Ten koste van de pion, ja.
Dus de pion D6 hangt nog met schaak. Ja, een zwakkere speler zou die pion nu gaan dekken of zo met dame B4 of wat dan ook. Maar Sander Wemmers die vindt weer de enige echte goede zet eigenlijk, met een actieve verdediging. Waarbij hij nog een pion in laat staan. Hij ziet dat hij, als hij passief gaat verdedigen met dame B4, hoewel dat nog eigenlijk best wel actief eruit ziet, hè? Mm-hmm. Dat hij dan eigenlijk kansloos is. Ja, dat heb ik niet. Dan gaat dame F6 en dan gaat hij geen pion lopen waarschijnlijk of zo. Ja, precies. Hij dekt D6 en hij valt nog even EE in aan. Je moet wel een beetje opletten met zwart. Ja, oh ja. Met wit dus. Ja. Maar goed, het eindspel staat dan sowieso al heel slecht. Misschien is dame E4 wel de sterkste zet. Zullen we even spieken. Oh, Stokvis die speelt gewoon doodloop toren C1 en... Oh. Dat is een beetje... en ik denk dat, als je dan met C2, C3 verder gaat en zwart blijft passief staan, dan win je gewoon inderdaad met je verre G-pion. Je houdt de F-pion tegen. En de witte koning staat volmaakt veilig en zwart heeft alsnog wat zwaktes natuurlijk hier. Ik denk dat dit een te passieve verdediging is voor zwart. Mm-hmm. Hij speelt hier meteen F3. Dat is echt wel... dan moet je wel... laat ik zeggen, dat is wel een stoere zet, hè? Ja, zeker. Ja. Dus... En nu zou je zeggen, hoppakee, sla die maar meteen met schaak. Ja, dus kan toch niet fout zijn? Zou je denken, maar ja, Frank die speelt het eerst op safe. Hij wil eerst met toren F1 even zijn toren weghalen uit die aanval met F2. En pas daarna misschien op D6 slaan. Ik zou meteen hebben geslagen, inderdaad. De partij gaat met toren F1 verder. Okay. En nu blijft zwart inderdaad kleven met dame C4. Aan C2 en F1. Mm-hmm. En ja, die slaat hij wel op D6. Ja. En anders, het is een dubbele aanval op D5 en F1. Hè? En dit is net iets minder mooi, maar... Oké, nu speelt hij alsnog toren C1. Dat had hij natuurlijk meteen kunnen doen. Maar ik denk... dit geeft alsnog wel... hele goede praktische winstkansen. Aan de andere kant... objectief is de lol er wel een beetje af eigenlijk. A3, heel nuttig gaatje. Nu wil ik even ietsje sneller naar het volgende interessante moment. Wit staat sowieso nog steeds beter door de betere koningspositie. Je hebt natuurlijk een pion meer. We hebben trouwens net de 40ste zet gehaald, zie ik. Ja, dit is net de 40ste zet ook. Dus nou, zwart en wit hebben niet zoveel fout kunnen doen. Maar wat je wel vaker ziet na de 40ste zet is dat nu de nauwkeurigheid... een beetje te wensen overlaat. Ja, de spanning is eraf. Een beetje... Ja, en dat wit nu iets te makkelijk even een onnauwkeurigheid uit zijn vingers laat glippen. Praktisch gezien zou je hier dame D1 moeten doen. Waarom? Als de zware stukken erop blijven, dan kom je niet zo heel veel verder door het tegenspel tegen C2. Maar je wil eigenlijk een dame-eindspel spelen. Dat dame-eindspel met 3 tegen 2 geeft veel betere winstkansen dan Het toren-eindspel. Een toren-eindspel. Ja, ja, ja. Het toren-eindspel is echt wel makkelijk remise te houden. De pionnen van zwart die staan ook eigenlijk wel goed voor het verdedigen van het toren-eindspel. Maar het dame-eindspel, zwart mag nooit de dames ruilen, want dan heeft hij echt wel heel veel verlieskansen in het pion-eindspel natuurlijk. Mm-hmm. En dat krijg je veel sneller voor elkaar en je kan inderdaad veel makkelijker inderdaad het zwart moeilijk maken in het dame-eindspel. Dus dame D1 om die torens te ruilen is eigenlijk praktisch gezien de meest kritieke zet. Maar wil hij dat ook niet doen met dame de D2? Is toch gespeeld? Is het niet het, ja, dat wil hij waarschijnlijk wel doen, alleen dat lukt hem niet dan. Oké. Okay. Oh ja, ik zie het al. Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja. Je ziet het al, hè? Ja. Ja.
Aha. Dus zwart moet Ja, maar eigenlijk. dat is wel een nuttige tip inderdaad, ja. 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 En zwart moet eigenlijk die torenruil verhinderen met koning A7. En nu moet je een plan spelen met B3 en A4 om eigenlijk dat eeuwig schaken op de onderste rij eruit te halen. En alsnog proberen die torenzand te ruilen. Gebruikmakend van die zwakkere positie van de zwarte koning eigenlijk, op die diagonaal. Ja, ik wil niet zeggen, het lukt waarschijnlijk niet. En tegen Stockfish zal het natuurlijk een miezer worden. Maar praktisch gezien heb je wel kansen, hè? Dus Oké, ja. ja. Misschien dat A4 uur beter is, zegt Stockfish, maar oké. Wat gebeurt er in de partij? In de partij speelt die dame D2. Ja. Hetzelfde idee En nu misschien. hebben we heel bekend eeuwig schaakmechanisme. Als je koning A2 doet, doe je dame C4 schaak. Dan is B3 niet mogelijk Oh omdat C2 hangt. ja, dus ja, oké. Dus dan moet je weer terug en dan zijn we nog later thuis. Dus nu moet je de torens of de dames ruilen. Ja, dat was nou net niet de Eigenlijk had je bedoeling. liever de torens geruild. Ja. Want met dame D2 draag je ook toren die af, maar. Ja, en nu dit eindspel eigenlijk. Ik had wel verwacht dat hij dit nog wel verder zou verdedigen hoor. Of aanvallen en of proberen uit te melken. Maar En dat zwart dan. misschien had dat met de matchstand te maken. Dus, zo. Ja, zeker. We hadden natuurlijk al heel dik verloren. Ja. En ik was ook net klaar toen hij dit remise gaf. Dus ik had ook een lange partij met het eindspel natuurlijk. Ja. En Ja, want dit kun je op zich nog wel een beetje doorspelen, toch? Het zal wel remise zijn, maar ja. ja. Oh, we moeten ook even in dit verband vermelden dat, wat de matchstand betreft, dat waren 3 remises. We hebben er twee Maar dat gezien. waren wel 3 echte plusremises. Maarten die had ook echt goede kansen Oké. om te winnen, wat voordeel gehad. En dat werd ook remise met enige moeite van zwart, van de tegenstander. Dus Nou we hebben onze 3 remisepartijen met wit. Ja, dat hadden in het beste geval 3 hele punten kunnen worden. Maar aan de andere kant, de tegenstanders waren ook wel zodanig sterk dat ze ook wel remise verdienden met hun ook actieve verdedigende spel eigenlijk. Ja. Ja, oké. Nou, hartstikke mooi, Rob, dat je even de partijen hebt willen doornemen. En volgens mij was dit wel een groot succes. Ik heb er in ieder geval veel van geleerd. Dus dank daarvoor. Ja, het waren mooie leerzame partijen met vooral het thema koning in het midden, stap 5. Ja, en activiteiten, dus dat blijkt ook wel heel En belangrijk. actieve verdediging inderdaad, dat zag Ja, je ja. hier ook met de koning onder vuur in het midden. En toch op elke zet inderdaad de meest kritieke actieve verdediging vinden. Oké, dan sluiten we af. En dan wil ik zeggen bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Tot de volgende keer. Zo is het.